Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS. Welkom bij de tweede aflevering van Voetbal Rotterdam. Vandaag spelen we de voetbalquiz. Op de tribune zit Raymond Verschoor. Nou, we zijn erbij gaan zitten, want de zomer in Nederland die zet zich ook eind augustus gewoon nog keurig door. Dus, ja, helaas is het niet mogelijk om op het veld op te nemen, dus we zitten hier op een prachtige tribune van CVV. Je hebt hier misschien vaker gezeten dan je op het veld al hebt gestaan. Ja, dat klopt. Afgelopen weken. Ja, we hebben hier niet zo vaak gevoetbald, maar ik heb vaker langs de lijn gestaan inderdaad als in het veld. Ja, want je bent nieuw dit jaar, want je komt bij? Ik kom bij Overmaas vandaan, Overmaas zondag. En hoe lang heb je daar gevoetbald? Vanaf 2001 tot afgelopen seizoen, dus een jaar of 10 ongeveer. En je jeugdopleiding, die heb je genoten bij? Feyenoord. Feyenoord? Ja, altijd bij Feyenoord voetbal. En de BVO of de amateurtak? Nee, de amateurtak. De amateur. Oké, nou ja, goed. Hoe is de eerste weken, hoe zijn die bevallen bij CVV? Ja, zeer positief. Het is een goede groep, een hoop goede voetballers. En, ik denk dat we er genoeg potentie in zitten om een heel eind te komen met deze groep. En ben je de enige nieuwe? Nee, er zijn heel veel jongens nieuw. Een hoop van TOGR overgekomen. Er is nog een jongen van Oude Maas, eentje van Lombardije. Dus we hebben een hoop aanwinsten bij CVV bijgekomen. En voor welke positie ga je? Ik ga voor de spitspositie, of iets erachter, maar het wordt waarschijnlijk de spitspositie. Okay, en heb je veel concurrentie of valt het mee? Nou ja, we hebben afgelopen zaterdag ging er een lijstje in de kleedkamer. En er waren 6 spelers voor die positie. Dus, okay, de concurrentie dus... is... Die is er genoeg. Ja, precies. Dus je moet nog vol aan de bak. Ja, zeker. Ja. Maar ik hoorde dat je nu geblesseerd was. Ja, klopt. Ik heb een scheurtje in mijn enkel. Dus ik moet sowieso nu nog 2 weken tape hebben. Ja, en dan weer gaan trainen. Dus ik ben er nog wel even uit. Oké, dus het is de enige keer dat je scoort is waarschijnlijk met de vragen die we nu hebben. Ja, dat moet ik nog maar afwachten. Maar dat is wel te hopen, ja. Precies. Nou, we gaan het zien. We hebben 8 verschillende categorieën. Okay. Ik noem voordat ik de categorie, voordat ik de vraag stel, ook even de categorie. En aan jou om het goede antwoord te geven. Ja, dat is prima. Goed, vraag 1. Wie is de huidige trainer van VVV Venlo? Recent hebben ze nog een keurige prestatie tegen Ajax neergezet. Anderhalve week geleden. Dat is die Belg, dat is Glenn de Boek. Ja, hartstikke goed. Sinds dit jaar, hè? Dus ja. Dat is... is niet gek. Nou, het eerste punt is binnen. Je staat bovenaan in het klassement. Gefeliciteerd. Ja. De tweede categorie is de Rotterdamse BVO. Wat was ooit de eerste shirtsponsor van Feyenoord? Er zijn er inmiddels wel wat geweest. Ja, daarom. Ja. Omdat ik me de eerste ook niet meer kan herinneren. Maar... Kijk hoor. Nee, dat zou ik niet weten. Nee. AEG? Nee, hè? Nee. Ze hebben ooit nog eens de eerste divisie gesponsord. De Gouden Gids. De Gouden Gids. Misschien hebben jullie ooit nog eens een klein shirtje hangen, ja, ergens. Maar volgens mij zijn ze niet meer te verkrijgen. Nee, precies. De derde categorie is het amateurvoetbal. In welke plaats speelt amateurclub SSS? Klaas Wel. Ja, hartstikke goed. Ja, dan heeft die oefenwedstrijd tegen Melisand toch nog een beetje. Volgens mij kom je daar dan aardig in de buurt. Precies. Eindigen we mee. Ja, tweede punt. Zo, 2 van de 3. Nou, dat gaat ergens op lijken. De vierde categorie, Nederlands elftal. Tegen welk land speelde Nederland als laatste een interland? Ja, dat was pas nog. De afgekeurde hoort er niet bij, hè, tegen Engeland. Nee. Okay. Kijk hoor. Die krijg je. Meer mag ik eigenlijk niet zeggen, hè? Want die werd nooit gespeeld natuurlijk. Nee, even kijken. We hebben maar 10 minuten, hè? Ja, nee, ik ga mijn best doen. Hongarije. Nee, Uruguay. Gelijkmaker in een van de laatste minuten. Waarschijnlijk staan we daardoor nu bovenaan in het klassement als beste voetballand. Okay. Vraag 5 is buitenlands voetbal. Alex Ferguson verwierf de titel Sir na zijn uitmuntende prestatie als manager van Manchester United. Met die club won hij onder andere de Europa Cup 2 en 2 keer de Champions League. Sir Alex Ferguson won daarvoor al eens de Europa Cup 2 als manager van een andere club. Welke? Ik moet je eerlijk zeggen, ik wist hem niet. Nee. De vragen worden overigens gesteld door Michel van Keulen, dus kijk mij er niet op aan. Michel van Keulen van Voetbalvisie, die bedenkt dit soort dingen.
Die staan mee bezig schijnbaar de hele dag. Hij zit er al zo lang dat je haast denkt dat hij nergens anders traint. Volgens mij 20 jaar inmiddels. Ja, daarom. Ruim. Ik ga voor Everton. Nee, het is een Schot. Aberdeen. Nou, ik had het heel knap gevonden als je het had geweten, hoor, in ieder geval. Goed, de zesde vraag. Is het WK. Pierre van Hooijdonk scoorde ooit 1 goal tijdens een WK voetbal. Tegen welk land? Omdat het regent ga ik je een klein beetje helpen. Het was in 1998. Brazilië? Zuid-Korea. Kun je hem nog herinneren? Ik ook niet. Misschien kunnen we er een beeld onder monteren, maar ik zou het bijvoorbeeld niet weten. Dennis Bergkamp zal die 35e vanavond die kaart leven aan Wilkes van Vries gaan slapen. Nu de Koreanen zo vermoeid zijn, er ook nog zo vooruit blijven voetballen. Dus zo vooruit nog even, daar is hij! Pierre van Hooijdonk heeft niet veel tijd nodig. De zevende vraag gaat over het EK. Nederland werd op het EK van 2000 in eigen land uitgeschakeld door Italië. In de halve finale in de Amsterdam Arena miste Nederland maar liefst 5 strafschoppen. Welke speler miste die avond 2 strafschoppen? Frank de Boer. Klopt. Kluivert miste hem ook in de reguliere tijd. Maar Frank de Boer die presteerde het om nog in die 5 daarna ook nog te missen. Derde punt, hè? Goeie gok dan. Ja, ja, precies. Nou ja, goed. Kluivert nam de 2, maar die maakte hem. En de Boer, die miste ze allebei. Kijk eens mooi. De laatste vraag. Volgens mij heb je 3 punten. Ja, klopt. Even kijken, ja. 1, 2. Ja, 3 punten. Dus het kunnen er maximaal 4 worden. De 8e is een meerkeuzevraag. Dus het goede antwoord zit er al bij. Je moet alleen even goed gokken. Ik weet niet of je goed... Ben je goed in gokken? Nou, meestal s'nachts wel, maar overdag... Geen casinootje? Nee. Nee, precies. Okay. Goed. Welk van deze Engelse ploegen won als eerste de Europa Cup 1? Manchester United, Liverpool, Nottingham Forest of Aston Villa? Ik ga voor D. Aston Villa. Aston Villa. Dat is niet goed. Oké. Okay. Het was Liverpool. Jammer. Ja, dat is een kleine deceptie dit. Ja, dat is 3 van de 8. 3 van de 8. Nou ja, goed. Je staat wel bovenaan. Dat is al eerder gezegd natuurlijk. Wil je ze meenemen? Ik ga ze mee. Deze zegt van, goed. Dat je krijgt ze zo mee, want er komt nog een kleinigheidje onder wat je niet hoeft te zien natuurlijk. Ik wil je in ieder geval bedanken voor de quiz. Ja, jij ook. Geniet ervan, het is een week lang koploper. Ik zou het sowieso zoveel mogelijk hier in de buurt rond bezuinen dat je de koploper bent van de meest fantastische Rotterdamse voetbalquiz. Heel veel succes met je concurrentiestrijd in de spits met CVV Mercurius. Wat is de doelstelling voor dit jaar? Ja, dan zeg ik toch gewoon om bij de bovenste plekken meedraaien en na competitie spelen. Je weet dat ze vorig jaar gepromoveerd zijn, hè? Ja, dat weet ik. Zoveel vertrouwen in die groep? Dit team moet je genoeg potentie hebben. Als je puur naar de voetballers kijkt en naar het materiaal wat je hebt, moet het natuurlijk nog een team worden en het moet goed draaien. Maar dan weet ik dat het erin kan zitten. Dus we kunnen straks morgen zitten met de trainer om tafel. Een plaats bij de eerste 5 kunnen we noteren voor Raymond van Schoor? Kan je van mij erop zetten. Hartstikke goed. Nou, gaan we dat doen? Zal ik alles aan doen. Ga ik je bedanken. Vriendelijk bedankt. En we houden je in de gaten. Dus dit programma werd mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS.